En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De meeste kerst- en winterevenementen zijn ook dit jaar afgelast, sinds de coronabesmettingscijfers opnieuw sterk stegen. Passen de bezoekers van de Wiegense Markt ook hun eigen kerstplannen aan? Ja, nee. Nou, vertel eens. Ja, waarom? Ik heb me aan moeten passen omdat ik had eigenlijk geboekt voor Egypte. Ja. 3 weken, maar... Vakantie. Ik ben net terug, vorige zaterdag. Ja. Maar het was helemaal niks. Aan de regels werd niet gehouden en iedereen liep door elkaar heen, dus. Ja. En ik ben minder jong, dus ja, dat krijg je. Maar u zei ook ja en nee. Wat is dan die nee? Wat verandert u niet? Mijn gevoel dat ik weer naar Egypte wil. Ja, toch wel? Ja, dat is mijn land. Jazeker, moeten wij de kerstplannen veranderen. Wij zouden eerst met een groep van 12 mensen lekker in huis de kerst doorbrengen, maar dat gaat niet door, helaas. Dat gaat niet door. Dus we moeten een passende plaats nemen. Dus u nodigt maar 2 mensen uit? Wij nodigen maar 2 mensen uit. Ja. Ja, onze eigen kinderen. Ja, en je hebt 2 kinderen? Ja, twee kinderen. Ik denk het wel, we horen het nog, hè. We krijgen dinsdag nog een persconferentie van meneer Rutte en dan krijgen we te horen wat wel en niet mag. Hè? Ja, maar de kans is natuurlijk dat het blijft zoals het is. Ja, nou. En wat gaat u dan doen? Wat had u gepland? Ik had gepland mijn kinderen bij mij in eerste kerstdag en ik ga zelf ook weer naar mijn kinderen, want mijn man is overleden op eerste kerstdag. Dus die komen dan... Ja, dan heeft dat extra lading, hè? Mijn kinderen komen dan bij mij. Ja. Maar in dit geval, dan denk ik dat we alles moeten veranderen. Want ja, dan zal het niet kunnen, maar allemaal in huis. Want we zijn dan met te veel mensen. Wat we gepland hebben, ja, daar moeten we een andere oplossing voor bedenken. Ja. En dat is natuurlijk al jammer. U gaat het nu rondbrengen? Ja, op de fiets misschien. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan het spreiden. Ja, oké. Ja. En hoe is het met u? Heb je uw plannen moeten aanpassen? Eigenlijk van hetzelfde. Ook de plannen aangepast. Ook 2 kinderen. We vieren de kerst maar gewoon zoals we vorig jaar eigenlijk ook hebben gehad. Ja. Met minder mensen. Toch maar proberen toch die dagen door te komen en de corona eronder te krijgen. Ja. Uiteindelijk is dat de bedoeling. Hè? Verwacht u bezoek bijvoorbeeld? Dan moet ik het zelf uitnodigen. Ja? Maar dat doe ik meestal wel. Ja. Gezellig met z'n tweetjes of met z'n drietjes eten. Vind ik wel gezellig. Maar hoe deed u dat normaal altijd? Altijd hetzelfde. Ja, met een grotere groep dan? Nee, toch niet, toch klein. Nee. Ook als ik het bij mij thuis doe, altijd klein. Ja. Heel af en toe iets groter, maar dat is jaren geleden. Ja. Maar het verandert dus niet voor u? Nee. Ik ga gewoon lekker mijn eigen gangetje. Ja, dat moet je ook doen. Ja. Ja. Wij eten, doen het normaal als anders. En ja, gewoon gezellig eten met ons zwager, dus meer niet. Nee, we hebben maar een kleine groep. Ja, een kleine groep. Dat wel, ja. Je mag geen corona krijgen. En voor u? Nou, ik blijf alleen thuis. Blijf je alleen thuis? Ja, ik ben heel alleen. Ja, maar s'avonds komt 1 dochter. Maar ik zeg, ik blijf gewoon dat weekend een keer thuis met de kerst. Ja. Dat was u toch al van plan? Ja, was ik toch al van plan. Want ja, hè, met de corona. Het is al een toestand, verschrikkelijk. Ja, als je alleen bent, is dat wel lastig. Maar ja, het is niet anders, hè? Nee. Maar hoe gaat u dat nu doen? Blijft u dan thuis zitten in uw eentje of zo? Wat gaat u dan doen nu? Ja, ik heb wel hulp, hè. Oh, ja. 3 keer in de week komen ze mee praten en doen mee boodschappen. Ja. Dus, ja. Ik heb een leuke buurt. Dus, dan, nou, dus u zult het niet vervelen met de kerstdagen? Nee. Oké. Okay. Mijn kinderen krijgen kinderen. Dus, dat komt ook nog. Dat komt allemaal. Maar niet tegelijk, hè? Dat mag dat niet, hè? Nee. Allemaal apart. Ja. Allemaal apart. Oké. Okay. Nou, ja, dus, maar u... Wat betekent dat voor u dat er corona is? Ik vind het moeilijk, hoor. Als u alleen bent? Ja, ik vind het wel moeilijk. Ja? Dus alleen te zijn. Maar ja, ik weet het. Dus je moet je eigen bezig houden. Veel boeken lezen, veel handwerken. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Maar ik heb de hele dag in Sky Radio dus kerstmuziek op. Dus dat vind ik wel gezellig. Ja. En hoe doet u dat dan? U bent niet alleen?
Nee, we zijn met z'n tweeën. Ja. We houden het gewoon een beetje rustig. Ja. We gaan naar onze dochter toe en naar een andere. En de tweede dag komt een zwager van mijn zoon. Ja. Nee, de broer van mijn man eten. Dus, ja. En voor de rest houden we het rustig. Dit nooit met de kerst alleen. Dat mag ook niet, hè? Nee. Dat mensen alleen zitten. Dat is verschrikkelijk. Ik word altijd wel ergens uitgenodigd. En nou ja, verder gaan we lekker ons gangetje. Wordt kerst nou ooit, nou je man verloren heeft op eerste kerstdag, ooit nog wat het was? Nee. Nee? Nee. Het gouden randje is straf. Ja? Ja. En hoe beleeft u dat met de kinderen op de kerstdag? Nou, we doen heel gezellig en we komen gewoon bij elkaar en we praten over, ja, over leuke dingen en ook over opa. Ja. En ja, dat is dan onze kerst en we doen ook iets lekkers op tafel en heel gezellig. Maar mijn man wordt ook vernoemd in de gesprekken en toen opa er nog was. En, ja, toch wel. Ja. Met die corona? Ja, of, wel. Ja? Jawel. Je hebt de broers al gehad? Ja. Ja, die heb ik ook al gehad. En ik ben er wel flink verkouden op geworden. Ja, toch wel, hè? Maar dat geeft niet. Ben je verkouden dan corona, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, dat gaat ook wel weer over. Dat gaat vanzelf over. Ja hoor. Oké. Okay. Dit is nu al de tweede keer dat wij in lockdown zitten in verband met de kerst ook. Ja. Wat vindt u ervan? Moet het maar een keer afgelopen zijn? Nee, ik vind, uiteraard, de corona moet afgelopen zijn. Daar zijn we allemaal voor, denk ik. Ik denk als de mensen zich allemaal een beetje aanpassen, de basisregels, handen wassen, mondkapje op, zich aan die basisregels houden, dan denk ik dat we er wel doorheen komen. En de boost? En de boosterprik, ja. Ja. Komt u daarvoor een aanmerking? Ik las vanmorgen het volgende in de krant dat mogelijk de 60-plussen, waar ik onder val, eind december de boosterprik kunnen gaan halen. Dus, ja. Ja, als dat lukt, hè? Als dat gaat lukken, ja. Er zijn nog vraagtekens over. Nou ja, ik las vandaag in de media dat er deze week 300.000 mensen gevaccineerd worden. En dat is volgende week willen opschalen naar 700.000 mensen dus. Ja. Ze zijn er druk mee doende. Ja. En daar heb ik toch wel vertrouwen in.